In de natuurkunde kennen we een aantal zogenaamde behoudswetten. Dit zijn natuurwetten die altijd geldig zijn. En een behoudswet stelt dat een bepaalde grootheid of een bepaalde eigenschap van een systeem constant blijft. Bekendste twee behoudswetten zijn misschien wel de wet van behoud van massa en de wet van behoud van energie. In deze film gaan we kijken naar een derde bekende wet en dat is de wet van behoud van impuls. En om iets te kunnen zeggen over de wet van behoud van impuls, moeten we eerst gaan kijken naar wat is nu eigenlijk de grootheid impuls. En de grootheid impuls is als volgt gedefinieerd. Impuls P is gelijk aan de massa maal de snelheid van een bepaald voorwerp. De eenheid van impuls is dan ook kilogram maal meter per seconde. En tijdens een proces, denk bijvoorbeeld aan een botsing, moet de impuls van het hele systeem constant blijven. En dan hebben we te maken met de wet van behoud van impuls. Ja, hoe ziet dat eruit in formulevorm? Dat ziet er als volgt uit. Alle impuls voor de botsing moet even groot zijn als alle impuls van na de botsing. Het is goed om te realiseren dat impuls, net als snelheid, een vectorgrootheid is. Dus je moet ook altijd rekening houden met de richting en niet alleen met de grootte van de impuls. We gaan het eventjes duidelijk proberen te maken aan de hand van een voorbeeldje. En het voorbeeldje is als volgt: ik heb een voetbal en ik heb een strandbal. De strandbal is veel lichter, hij is wel groter, maar hij is een stuk lichter. En ik laat de voetbal botsen met de strandbal. Wat gebeurt er dan? Met behulp van de wet van behoud van impuls kun je daar iets over zeggen. Je kunt namelijk het volgende zeggen: als die voetbal met een bepaalde snelheid aankomt, dan kun je de impuls uitrekenen van de voetbal, die is gelijk aan de massa van de voetbal. Maal de snelheid van de voetbal waarmee die aankomt uh, vliegen. Nou, laten we even aannemen dat de strandbal stil ligt. Dan heeft de strandbal geen impuls voor de botsing. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Dan krijg je een botsing. Het ziet er zo uit. En de wet van behoud van impuls zegt ons dat de totale impuls na de botsing. Even groot moet zijn als de totale impuls voor de botsing. Nou, na de botsing hebben zowel de voetbal als de strandbal een snelheid gekregen. Ze hebben ook allebei een massa. Als we nu de wet van behoud van impuls gaan gebruiken, dan leidt dat tot de volgende relatie. Nu heb ik geen massas en snelheden, dus ik kan hem niet verder uitrekenen. Maar dit is wel de manier waarop je dit soort botsingen kunt doorrekenen, waarmee je iets kunt zeggen over de snelheid van een voorwerp na een botsing. Nou, wat geldt voor grote voorwerpen in de, wat ze dan noemen, de macroscopische wereld, geldt ook voor voorwerpen op de allerkleinste schaal. En daar gaan we nu naar kijken. We gaan kijken wat er gebeurt wanneer een instabiele atoomkern straling afgeeft. Dat kan zijn in de vorm van een foton. En eh, hoewel een foton geen massa heeft, heeft een foton wel een impuls. Maar daar gaan we in deze video verder eh, niet naar kijken. We doen het dus even net alsof... Uh, dit een instabiele atoomkern is die een alfadeeltje wegschiet. Dus op een gegeven moment vervalt de atoomkern. We kunnen natuurlijk al zeggen, als we aannemen dat de atoomkern eerst stil ligt, dat alle impuls samen van de hele atoomkern nul is. Op het moment dat hij een alfadeeltje wegschiet, ja, zo'n alfadeeltje vertrekt met een enorm grote snelheid. Dus dat alfadeeltje heeft een impuls. Wat je mooi kunt zien is dat de atoomkern zelf ook een snelheid heeft gekregen. Uh, alleen de andere kant op en een stuk lager. Nou, met behulp van de wet van behoud van impuls kun je jezelf ook uitleggen waarom dat een stuk lager is, die snelheid van het atoom. En waarom hij ook de andere kant op gaat. Dan gaan we weer, als we hem in gaan vullen, krijgen we namelijk dat de totale impuls na het uitzenden van het alfadeeltje moet natuurlijk 0 zijn. Het alfadeeltje heeft een bepaalde massa en een bepaalde snelheid waarmee het naar rechts beweegt. Nou laat ik naar rechts even positief noemen. Als het totaal 0 moet zijn, dan houdt dat ook in dat de kern ook een snelheid moet krijgen. En sterker nog, die snelheid moet ook precies de andere kant op staan in de negatieve richting. En. De massa van de kern maal de snelheid van de kern moet dan even, even groot zijn als de massa van het alfadeeltje maal de snelheid van het alfadeeltje. Ja, waarom beweegt de kern zoveel langzamer dan het alfadeeltje? Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat de massa van de atoomkern, van de dochterkern, moet ik het wel netjes zeggen, meestal een stuk groter is dan de massa van het alfadeeltje.